We brengen een bezoek aan de mooie stad Arles. De stad herbergt veel culturele hoogstandjes en de musea behoren tot de beste in de regio. Onze rondwandeling begint op de Place de la République. Rondom de obelisk met de Pirouffontein uit de 17e eeuw liggen een aantal prachtige historische gebouwen. Aan de linkerzijde bevindt zich de voormalige Sint-Anne-kerk. Binnen treffen we een bijzonder aparte tentoonstelling van kunstenaar Paco Gomez met voornamelijk Afrikaanse kunst. De kunstenaar is ons onbekend, maar we zijn wel verrast door de entourage en het geheel. Het stadhuis, dat voorzien is van een bijzonder fraai portaal, is weliswaar prominent op het plein aanwezig, maar onze aandacht gaat toch meer uit naar de 12e eeuwse Sint-Trofim-kathedraal met aangrenzend een oud klooster. In de hoofdpoort zijn beelden van heiligen en apostelen uitgesneden, met als pronkstuk het 12e eeuwse kunstwerk van het Laatste Oordeel. Binnen in de kerk zien we in de zijkapellen mooie schilderijen en beeldengroepen. De bouw van de kerk en dan met name de kloostergangen zijn gebouwd in romaans-gotische stijl. We vervolgen onze wandeling naar het Romeins theater. Het theater stamt al uit de eerste eeuw en bood destijds plaats aan 12.000 toeschouwers. In een latere tijd werden de stenen van het complex gebruikt om huizen te bouwen. Er vinden nog steeds restauraties plaats om het theater in ere te herstellen. De twee overgebleven zuilen worden wel de twee weduwen genoemd. Gelukkig heeft het theater zijn oude functie behouden en tijdens evenementen worden de banken nog steeds gevuld met toeschouwers. Een ander theater van grote orde is het Romeins Amfitheater, eveneens uit de eerste eeuw. Het is een van de best bewaard gebleven monumenten van het Romeinse Provence. In de tussenliggende periode is er veel veranderd aan de arena. Gebleven zijn de bogen die worden gedragen de Dorische en Corinthische zuilen. Na een restauratie in 1848 werd het theater opnieuw geschikt gemaakt voor amusement. Zomers kunnen nu 21.000 mensen in deze arena genieten van stierengevechten en een aantal traditionele feesten. Op het hoogste punt van het amfitheater genieten we nog even van de aanblik op de arena en het uitzicht over Arles en de Rhône. Het wordt tijd om de voetsporen van Vincent van Gogh op te nemen. De wandelroute brengt ons bij het Espace van Gogh, het voormalige hospitaal waar Vincent van Gogh 15 maanden verbleef. Hij schilderde in Arles 300 doeken, waaronder de tuin van het hotel. Ook het Place du Forum kreeg hij vanwege het Café Langny dat Vincent hier schilderde. Het terras is weliswaar dicht, maar het schilderij zien we zo voor ons. Even buiten Arles bevindt zich de brug van Langlois. Het is eveneens een beroemd schilderwerk van Vincent. De originele brug is er jammer genoeg niet meer, maar op 100 meter reconstrueerde men een nieuwe brug, identiek aan de oude. Ook hier ervaren we weer de schoonheid die Vincent van Gogh op zijn doeken toverde. Arles is echt een bezoek waard.